U kijkt naar het Weerjournaal van Weerplaza. Er ligt bewolking over Nederland en die wolken trekken van noordwest naar zuidoost. Er valt ook van tijd tot tijd wat regen en er staat een stevige wind. Vanochtend is er voor zon weinig of geen ruimte. Temperaturen 7 tot 10 graden en nog altijd een harde wind in de kustgebieden. Die wind die neemt in de loop van de middag tijdelijk iets af en gaat dan draaien naar een westelijke richting. Van het noordwest uitbreekt de zon af en toe door. In het zuidoosten blijft het overigens nog lang wat regenachtig, daar ook de hoogste temperaturen. Op het moment dat de zon doorbreekt, gaat het kwik in het noorden wat omlaag. Vanavond wordt het geleidelijk op de meeste plaatsen droog, hebben we opklaringen, een matige tot krachtige wind en een graad of 6 op de thermometers. Dan morgen. De kans op wat regen is er zeker. Misschien in de loop van de dag met een licht karakter, wat natte sneeuw in het oosten, maar verder blijft het bij regen. 6 tot 8 graden en nog altijd een stevige wind, 4 tot 7 boven. Vrijdag is een rustige dag met zonnige periode, 4 tot 6 graden op de thermometers. Zaterdag wordt ronduit onstuimig met regen voorafgegaan door sneeuw en temperaturen die in de loop van de dag oplopen naar 2 tot 4 graden. Zondag is het rustiger, maar nog niet helemaal droog. Ik ben Marco Verhoef van weerplaza.nl.